Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je de veelproducten van november en december laten zien. Dit is het bakje, hier zitten de producten in. En ik ga je laten zien welke producten ik dus niet fijn vond. Dus ben je benieuwd naar de producten die in het mandje zitten, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met deze gezichtsmistvernevelaar. Deze heb ik bij het Kruidvat gekocht. Trekpleister heeft hem ook gehad. Ik heb deze gekocht voor €3,50. En dit leek me dus heel erg fijn in de maanden dat het wat warmer is. Denk aan de zomer. Dat je gewoon een bezweet gezicht hebt. Dat je je gezicht even kunt soort vernevelen. Ik zal hem even uit het doosje halen. Dat laat natuurlijk wat makkelijker zien. Er zit een... Oh, ik moet hem niet laten vallen. Beschrijvingje bij in een garantieblaadje. Waar je eigenlijk niet heel veel waarde aan hecht. Maar de beschrijving vond ik handig. Het garantiedingetje is niet heel bijzonder. Dan is dit het apparaatje. Er gaan 3 AA-batterijen in. Die krijg je er overigens niet bij. Die moet je er zelf in doen. Hierbovenop zit een klein dopje. Daarmee kun je hem vullen met water. Nou, dan doe je het dopje er terug op, zet je hem aan, er zit hier gewoon een aan- en uitknop. Ik heb de batterij er inmiddels uitgehaald en dan wordt hij dus blauw. Nou, omdat je dit naar beneden doet, komt hier de verneveling uit. En ik ging dit proberen en er komt echt meer een mist uit en je gezicht wordt er niet verkoeld van. Ik dacht echt, nou, ik ga een verkoeld gezicht krijgen, dit is heel erg lekker, maar er gebeurde letterlijk helemaal niks. Ja, een lichte mist... En eigenlijk, zodra die bij je gezicht komt, is die mist al verdwenen. Dus je kunt eigenlijk heel weinig hiermee. Dus daar was ik wel een beetje teleurgesteld door. Dus ik denk dat ze hem misschien nog wel weer een keer zouden krijgen. Ik zou zeggen, koop hem absoluut niet, want het is zonde van je €3,50. Want het doet letterlijk helemaal niks voor je gezicht. Dus dat is wel heel erg jammer. Dan heb ik 2 producten uit de Trend Editie Wish Upon a Star van Essence. En ik heb hier allereerst de Beauty Sleep Pillow Mist. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 Dream Bright Like a Starry Night. Het is een mist die je dus op je kussen kunt sprayen. Waardoor je dus eigenlijk heel erg lekker zou kunnen slapen. Want er zit eigenlijk lavendel in. Nou, ik spreide dit op bij een kussen. Het ruikt overigens hartstikke lekker. Er zit eigenlijk een gewoon spraydopje op, zoals je kan zien. De geur was hartstikke lekker. Het nadeel vind ik dat je daarna wel een beetje op een nat kussen ligt. Dus dat vond ik minder. En eigenlijk vervloog de geur veel te snel. Dus eigenlijk tegen de tijd... Ik ben iemand, als ik mijn kussen raak, ben ik niet meteen in slaap. Dus ja, ik vond het wel... Het rook hartstikke lekker, maar het vervliegt zo snel de geur dat je eigenlijk... er niet echt sneller van in slaap valt. En daardoor vind ik hem toch niet fijn omdat het te snel vervliegt. Dus dat vond ik wel heel jammer, want hij ruikt wel heel lekker. Maar nee, ik vond hem toch niet zo heel erg bijzonder of zo. Ook uit die lijn heb ik de Soft Body Shimer Dry Oil. Het is een olie met een glitter erin. Die je dus eigenlijk een heel mooi soft glittertje op je huid zou geven. Hij heeft de naam 01 You Are Made of Stardust gekregen. Er zit gewoon zo'n spray dingetje op. Ik zal het even laten zien. Ik zal hem even swatchen. Kijk, zo ziet hij eruit. Maar je moet hem natuurlijk een beetje uitvegen. Het is op zich ook best wel vettig, maar het trekt best wel snel in. Maar dan is dit het resultaat. Je ziet dus helemaal niks meer van die glitter. Hij ruikt ook op zich niet heel verkeerd, maar het is ook niet dat je zegt van nou, wat een heerlijke geur. Ik had dit hartstikke leuk gevonden met de feestdagen. Ik dacht nou, leuk een extra glittertje op mijn huid. Maar er gebeurt gewoon niks, want die glitter die vervliegt. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. En dan denk ik van ja, dan vind ik niet geschikt waar... Vind ik het gewoon niet waard waar die voor, wat hij belooft om te doen. Dus nee, deze vond ik ook absoluut geen succes. Even kijken hoor, wat we allemaal nog meer hebben. Dan heb ik hier van Catrice een lip care. Dit is een Powerful 5 lip care product. En ik laat hem eventjes vallen. Deze is in de kleur 010 Charming Rose.
Deze belooft dus hyaluron met watermeloenextract, goji berry, cucumber en ginger root. Op zich heeft hij hele verzorgende ingrediënten. Maar ik heb hier ook wat andere kleuren van getest en die hadden ook een heel erg mooi kleurtje. En deze vond ik te licht. Kijk, hij ziet er zo uit. Maar als ik hem nu ga swatchen... Kijk, is dit het resultaat? Dus hij is echt heel erg licht. Op je lippen zie je hier gewoon echt letterlijk bijna niks van terug. Nou, als ik hem dan vergelijk met de andere kleuren die ik heb... Hij ruikt wel heel lekker, dat moet ik wel zeggen. Heb getest, vond ik deze gewoon de minste. Omdat hij toch niet echt heel veel kleur afgaf. En dat vond ik wel heel erg jammer. Want ik vind het dan toch leuk als er ook gewoon echt een mooi, ja, mooi kleurtje van afkwam. En ik vond deze te subtiel die je bijna niet terug zag op je lippen. Dan heb ik nog een product uit een... trendeditie van Essence. En dit is uit de Coffee to Glow collectie. En dit is de Healthy Glow Face Scrub. Er zit cafeïne in. Dit is dus een scrub. Het is eigenlijk een poeder. Hij heeft de naam 01 Never Stop Grinding gekregen. Ik denk niet dat ik hem heel erg schuin kan houden. Want dit... Kijk, het zit gewoon zo dicht. Het is gewoon zo'n losse poeder. Die dus... Hij ruikt heel erg naar koffie. Dat vind ik op zich wel lekker. Maar deze poeder, die strooi je wat op je hand, dan doe je er wat water bij en dan verandert die dus in een scrub. Dus het idee is hartstikke leuk. Maar er zitten echt bijna geen scrubdeeltjes in. En ik vind het toch wel fijn als een scrub wat, ja, hardere deeltjes heeft. En je zag van de glow eigenlijk ook niet echt wat terug. Dus nee, ik vond deze niet echt heel erg geschikt. Het was leuk bedacht. Ik had het ook nog nooit zo gezien, een product dat... Ja, met water geactiveerd wordt een scrub. Maar deze deed gewoon helemaal niks. Want hij bevatte gewoon bijna geen scrubdeeltjes. En dat vond ik heel erg jammer. Dan heb ik nog een mascaraatje van Catrice. En dat is de Glam & Doll False Lashes Mascara. In de waterproof variant. Dit is zo'n minietje. Ja, dit is gewoon de mini variant van de grote... En op zich is het een hartstikke leuk idee. Hij heeft een beetje een schuin borsteltje. Het is niet het borsteltje waar ik heel erg warm voor loop. Maar je zag eigenlijk helemaal niks terug van het effect. Je kreeg er gewoon zwarte wimpers van, maar dat was het ook. Je kreeg er absoluut geen nep wimper effect van. En dat vond ik wel heel erg jammer. Mijn wimpers werden zwart en dat was het ook. Dus daarom vond ik deze ook absoluut niet echt... een toppertje, want ja, hij viel mij gewoon echt wel tegen. Dan heb ik ook een mascara van Essence. En dit is de 24 Ever Bold Volume Mascara. En dat is deze. Heb ik hem nou goed? Ja, volgens mij wel. Dit is een mascara die 24 uur long lasting is. En ja, een bold resultaat zou geven. Nou, allereerst het borsteltje. Het is ook weer zo'n plastic borsteltje, wat niet mijn favoriet is. Maar ook deze mascara gaf niks van het effect weer wat hij beloofde. Mijn wimpers werden zwart, maar absoluut geen bold volume effect. Ik zag niks van volume terugkomen. Dat vond ik zelf wel heel erg jammer, want ik had best wel hoge verwachtingen van deze. Ik heb ook de paarse variant getest, die vond ik wel heel fijn. Maar deze die viel mij echt heel erg tegen. En dat was best wel jammer, want ja... Het was een leuk idee, maar voor mij was de uitwerking echt helemaal niks. Dan heb ik twee lippalettes van Miki. En deze komen bij de Action vandaan. Ik heb allereerst deze. Dit is de Sweet Golvion palette. Heeft ook de naam 604 Sweet Golvion. En ja, dat is dus gewoon zo'n palette met eigenlijk lipproducten erin. Nou, hij ziet er zo uit. Op zich best wel goedkoop, maar het is prima. Er zit een dubbelzijdig kwastje bij waar ik zelf niet heel veel waarde aan hecht. Dit zijn de kleuren. Op zich zijn de kleuren hartstikke mooi. Ik zal er ook even een paar swatchen, zodat je een idee hebt wat ik daarmee bedoel. Kijk,
Dit zijn de kleuren uit het paletten, dus op zich is daar niks mis mee. Ik merk gewoon dat ze heel erg makkelijk verschuiven en gewoon niet heel erg goed blijven zitten. En ik verwacht altijd van een lipstick dat ze toch best wel goed blijven zitten. Met lippaletten, ja, ik heb er altijd een beetje een haat-liefdesverhouding mee. Er zijn paletten die ik echt wel heel erg fijn vind. Maar ja, omdat de kleuren eigenlijk niet heel erg mooi blijven zitten en je hebt ook best wel veel lagen nodig om de kleur een beetje op te bouwen, vond ik dat toch wel een beetje een teleurstelling. Want ik vind de kleuren in de paletten wel hartstikke mooi, maar je bouwt het best wel op en het vervaagt gewoon heel erg snel. En dat vond ik best wel jammer. Ik heb dan ook de 607 Scared Sin. Sacred Sin heet die zelfs. Ik kan het bijna niet lezen. Dat is deze. Dit zijn wat meer bruinere tinten ook. Het doosje krijg ik al amper open. Ja hoor, daar komt ie. Nou, dat zijn dit soort kleuren. Ik zal er ook even een paar voor je zwartjes, zodat je weer een idee hebt wat ik bedoel. Maar eigenlijk geldt voor deze precies hetzelfde. Kijk, dat zijn dit soort kleurtjes. Op zich niks mis mee. Maar ja, door het effect van het sneller vervagen en ja, dat het er gewoon eigenlijk niet heel erg lang mooi op blijft zitten, was het voor mij dan toch eigenlijk een beetje een no-go. Dat ik dacht, ja, dat is toch niet helemaal wat ik bij een lipproduct verwacht. Dus daarom vond ik deze helaas niet fijn. Dan heb ik nog een van de Hello Good Stuff lijn van Essence, een Depuff Eye Serum. Hier zit cafeïne, vegan collageen in en hyaluron. Dat is deze. Nou, ik ben best wel gek op oogserums. Deze is trouwens zonder siliconen, microplastic plastic deeltjes, mineralen, olie, parabenen en PEX. Maar deze belooft dus echt een Depuff effect te geven. En op zich, het serum voelt best wel fijn aan onder de ogen. Ruikt ook heel erg lekker. Hij is gewoon transparant. Ik kan wel aan de geur blijven ruiken. Maar die puff effect, dat kwam gewoon niet. Als een gewoon serum is het gewoon dikke prima. Maar omdat hij dus echt een die puff effect geeft, ja, vond ik hem dan toch niet zo fijn. Want als je hem daar echt voor zou willen hebben, dan is hij gewoon niet geschikt. Want dat geeft hij gewoon niet. Want er gebeurt eigenlijk heel weinig onder je ogen. Ja, je ogen worden wat gevoed. De huid. Maar het is niet zo dat er echt daadwerkelijk wat gebeurt met dit serum. Dus daarom heb ik toch gekozen om hem bij de veel producten te doen. Want ja, omdat hij daar toch wel echt toe beloofde. Dus dat vond ik gewoon minder fijn. Dan ben ik ook gelijk toe aan het allerlaatste product. En dat is een paletje van Fab Factory. Dat is het Pink Crush paletten. Ik heb hiervan ook het Mint paletten getest. Die vond ik echt heel erg fijn. En deze helaas niet. Kijk, hij heeft een spiegeltje aan de binnenkant. De kleuren zien er hartstikke mooi uit. Daar kan ik niks over zeggen. Maar ik ga ze even voor je swatchen een aantal. En dan hoop ik dat je gaat zien wat ik dus bedoel. Kijk, dit is de pigmentatie. Zie je hoe slecht die is? Het is zo licht. Je kunt de kleuren niet opbouwen. En als je ze al een beetje hebt opgebouwd en je wilt gaan blenden, blend je de kleuren net zo hard weer weg. Dus dat vond ik wel heel erg jammer, want ik vind de kleuren hartstikke mooi die erin zitten. Maar ze zijn gewoon te licht om ze echt goed tot uiting te brengen. Ook sluit het paletje niet fantastisch, dus meenemen kan ook niet. Dus ja, dat stelde me toch wel een beetje teleur. Want ja, misschien dat nog dat als je je kwastje nat zou maken met dat fixing spray, de kleuren wat meer opbouwt. Maar je blijft het probleem houden met het blenden. En blenden vind ik zelf altijd een heel belangrijk aspect bij een oogschaduwlook. Nee, de pigmentatie van deze viel heel erg tegen. Dat vond ik heel erg jammer, want de groene vond ik echt heel erg mooi. Maar dit pigment vond ik echt niet om over een huis te schrijven. Nou, dan waren dit alweer alle producten die ik niet fijn vond. Ik vind het altijd jammer, maar het hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Ik heb inmiddels ook alweer een paar nieuwe producten liggen die ik ook niet fijn vond. Die kunnen weer mooi in dit bakje. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie al eens een van deze producten hebben geprobeerd. Of ja, dat jij misschien er een hele andere mening over hebt. Dat kan natuurlijk, want meningen verschillen.
Laat het dan zeker even weten bij de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een mail nu zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!